Hey Blokke Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe Fact Sheet Friday. Dit zijn de laatste fact sheets die we krijgen van de Anderson DLC. Dat houdt in dat dus aankomende dinsdag is dat geloof ik als ik het even ga kijken. Aankomende dinsdag 26 maart komt de Anderson DLC uit. En dit zijn dus de laatste fact sheets die ik vandaag voor jullie heb. We hebben hier allereerst de Anderson A700. Het is een forage mixer. Hij kost 70.500 euro. Hij heeft een uh, inhoud van 23,475 liter. Een beetje vreemd. Waarom het gewoon niet 23,5 is, dat weet ik niet. Maar goed. Uh, hij heeft 120 pk heeft hij nodig. Nou, je kunt, uh, wat je hier kunt zien, je kunt er compleet gemengde rantsoen, kuilvoer, uh, hooi, silage en kun je erin kwijt. Alleen waarom het A700 is, weet ik niet. Want ik weet niet waarvoor die, uh, het modelnummer van 700 staat. Maar goed, ik zou er eerder zeggen de A23 of zo weet je wel. Omdat er 23.000 liter in gaat. Maar goed, ik ben geen Anderson-expert. Uh, uh, Dan hebben we de Anderson Hybrid XX Tractor. Dit is de grootste, nieuwste uh, machine die je op dit moment hebt. En het is dus een inline rapper. Daar is vaak genoeg een video over geweest. Hij heeft maar 20 pk nodig. Hij kost 34.900 kilometer. Je kunt er dus zowel ronde balen als uh, vierkante balen kun je mee wikkelen. 5 kilometer per uur. En wat kun je aanpassen? De uh, folie -color. Eigenlijk de folie kleur. Naar zwart, roze, paars, wit. Nee, zwart, roze. Uh, groen, wit. En nog eentje geloof ik. Dan hebben we uh, Klopt dat? Is dit een goede? Ja, dan hebben we de Anderson M160. Daar is ook een video over geweest. Het is de 3-lock transporter. Hij kost 19.600 euro. En er kunnen ongeveer 3 tot 4 meter lange boomstammen kun je erin kwijt. Dan hebben we de Anderson RB580. Het is een Bill Die Hier kun je dus alleen ronde balen mee wikkelen, zoals je ziet. Hij kost 19.500 euro. Dus deze machine wordt eigenlijk in principe gebruikt voor het wikkelen van ronde balen. Daarvoor kun je deze gebruiken. Dan hebben we nog de. Even kijken: de Anderson RB Pro. 2.000, dat is dus op zich wat op zich wel een leuk dingetje is. Het is een bilcollector, oftewel een autostekker. Hij kost 72.200 euro. Hij heeft 130 pk nog, er kunnen 24 ronde balen op. En dat is wel heel erg makkelijk, want je hebt natuurlijk die ene van, uh, wat is dat, Ursus geloof ik. Daar kunnen maar 8 balen op en hier kunnen dus 24 balen op als je ronde balen hebt geperst. Of het nou gewikkeld is of dat het nou niet gewikkeld is. Het is ideaal, want je kunt 24 balen kun je transporteren. En dat is toch wel heel erg makkelijk, vind ik persoonlijk. Dan hebben we de laatste: het is de Anderson Stack Pro 7200. Het is dus ook een autostacker, een bill collector. Hij kost 89.000 euro. 175 pk heeft hij nodig. Nou, het is dus een autostacker, dus er kunnen 16 balen op. Nou, dat is in principe hetzelfde als de uh, standaard ingame van Acruzin. want daar gaan ook 16 balen op. En je kunt dus inderdaad vierkante balen mee oprapen. Dan gaan we ze nou één keertje allemaal langs. Dan hebben we de Anderson A700. Een voemingwagen. De Anderson Hybrid XX Tractor. Die inline wrappen voor zowel ronde als vierkante balen, waar je dus zolang lus mee kunt maken. Dan heb je de Anderson M160. Of 160, ik weet niet hoe ze dat noemen: uh, een lock transporter. Dan heb je nog de Anderson RB580. Het is een bill wrapper. Uh, dan hebben we nog de Anderson RBM Pro 2000. Het is dus de uh, ronde balen collector. Hij kost uh, nou, 200.000 euro natuurlijk. En je kunt er dus 24 ronde balen mee vervoeren. En dat is toch heel erg makkelijk. En als laatste hebben we de Anderson Stack Pro 7200. Het is een bil collector. En daar kunnen dus 16 vierkante balen op. En dit was dus alles van de Anderson DLC. Mocht je ze nog niet hebben gezien. Check dan eventjes uh, de afspeellijst. Van Farming Simulator 19 info en nieuws. Ik zal hem even rechtsbovenin met een i'tje doen. En dan kun je ze eventueel nog een keertje allemaal zien. Als je daar benieuwd naar bent. Dikke shout-out naar Giants natuurlijk. Voor het opsturen van deze prachtige factsheets. En aankomende dinsdag de 26e van maart. 26 maart. Komt deze DLC uit. Jongens, bedankt voor het kijken. Uh, fijn weekend. Vergeet vanavond niet te kijken op twitch.tv slash voor Wordt wel ingeworden gezelligheid. En zie ik jullie graag de volgende keer weer. Kom